Bij het nieuwe programma van Keizer TV, From Zero to Hero. Mijn naam is Trui en naast mij zit... Fajan. Vandaag gaan wij League of Legends spelen en daar weet je best wel wat van, toch? Klopt, ik ben een professionele League of Legends coach, dus ik ben de wereld over gereisd en verschillende leagues gespeeld en verschillende kampioenschappen gespeeld. Ik doe dit nu voor zo'n 5 jaar professioneel, denk ik. Ik ben al oud te worden onderhand. Dus en nu kom ik jou hier helpen om van helemaal niks te starten. Nou, hopelijk een hero. Dingen die we vandaag bijvoorbeeld gaan bespreken is de lane fase, hoe je dat moet aanpakken, besturing, last hit. Het gaat heel belangrijk zijn, ja. Gaan we naar de tweede rij en je kan er dus twee kiezen. Oh, deze. Ja, pakken we second wind. En voor deze kunnen we... we kunnen demolish pakken of overgrowth. Doe maar overgrowth, de linker. Juist, daar zo. Okay. En voor deze kiezen we attack speed. Oh. We mogen niet meer. We mogen niet meer. We zijn te sloom. We zijn te sloom inderdaad. En dan mag je ergens een dummy wegzetten. Ja. Juist. Een dummy. Mevrouw dummy. Meneer mevrouw. Het dummy. D. Moeten we de ult even testen misschien? Doe maar. Doe maar een... Boom. Ja, het deed niks, want ja. De dummy had al het laagste leven. Dat zag er heel onspectaculair uit. Dus in League of Legends is een beetje eigenlijk de rule of thumb. Gewoon altijd al je punten stoppen in één ability die zo sterk mogelijk maken. En dan de volgende ability zo sterk mogelijk maken. En dat is bij bijna alle karakters zo? In principe met alle karakters is dat zo. 99% van de champions doe je dat zo. En dit is ook heel nice voor beginnelingen. Dat ze niet elke keer als laag raken dat ze meteen naar base moeten. Dus dat je gewoon van... Oh, ik heb veel damage gepakt. Ik wilde bijna vloeken. Moet ik mee uitkijken. Dus als je nog nooit tegen een bepaalde champion hebt gestaan, dat je een Wikia opent van League of Legends, dan zoek je dan champion op van hoe die heet. Dus dan kun je gewoon de abilities lezen en dan heb je een beetje een kleine overview. Ja, dus proberen in te lezen in het laatste scherm. Ja, gewoon een beetje in te lezen. Of als je meer een studiepersoon bent, dan wil je inderdaad graag gewoon lezen. En als je meer een doener bent, dus iemand die leert van trial and error, zeg maar, mm-hmm. Dan gewoon proberen. Maakt niet uit of het nou fout gaat of niet, dan gewoon lekker, gewoon lekker head in first. Ja. Kun je daar klikken of je kan de P-toets gebruiken of je kan gewoon op de shop klikken. Dus op de NPC. Nee, de NPC die daar staat. Oh, hier, juist. Deze persoon. Juist. Oh, ik wist niet eens dat deze persoon de shop ja, was. Ja, dat is de shop, ja. Oh. Er is ook echt iemand die de items verkoopt. Schattig. Dus je wilt eigenlijk die achterste rij hebben en die grote. Maar die voorste zijn de makkelijkste te krijgen. Het liefste wil je gewoon alle minions. Die is maar inderdaad qua prioriteit is het na het eerste canon minion, dan de melee minion, dan de range minions in principe. Want die geven, dat is gewoon in rangorde hoeveel degene die de meeste gold geeft. Ja. Oké, dan gaan we kijken naar farming en training, toch? Ja, farming en training stances. Dus ben je klaar voor? Nee. Maar ja, het moet wel. We gaan het toch doen. Ik zag je kijken dat ik in dit bosje stond. Ik kan jouw scherm niet zien, dus niet vals spelen. Oké, dan ik sta nog gewoon bij de turret, als je dat weet. Ik sta niet in het bosje, hoor. Ik sta niet in het bosje. Okay. Maar gelukkig kan ik ook altijd nog op dat scherm kijken. Aangaat, elke keer als jij een minion pakt. Val ik jou een keertje aan. En dan hang ik van de situatie. Nu, momenteel heeft het meer waarde voor mij. Komt mijn microfoon niet meer op? Oh ja, ik kan weer. Ja. Let's go. Oh nee, hij is weer terug. Nee. Je probeerde gebruik te maken van de situatie. Ja, ik dacht ja. Waarom ook niet? Weet je, als je dat weet van de tegenstander. Dan pak ik die even. Ja, kijk, dus eigenlijk is die hier zo. Jij staat dus nu al een minion vooruit. Uh-huh. Dus ik wil nu deze minion pakken hier zo. Dus wat jij kan doen, is jij kan zelf van deze positie lopen op dezelfde lijn als deze minion. Of hieronder kan ook. Het belangrijkste is dat jij zelf in range bent om een attack op mij te doen als ik voor deze last hit ga hier. Dus zodra je hier loopt, zodra je silence klaar is, right, hier kan je turnen. Ja. Hier had ik moeten Q en dan E en W. Ja, dus auto-tech Q, dan heb je die animation cancel die hebben geoefend in training mode, mm-hmm. Right?
Die kun je dus hier toepassen. Dan heb je nog net één ult attack, dus net één damage dingetje meer. Ja. Right? Dus hier kan zij bijvoorbeeld kunnen turnen op mij. En ik blijf hier op jou afgaan, omdat jij niet meer met mij trade. Of nog steeds niet met mij trade. Dus oké, dan kan ik prima meer damage doen, zo weet je wel. Ja. Dus ik ben hier gewoon heel, ik kan zeggen, cocky aan het spelen. Ze zijn verder naar jouw kant, dan kunnen ze moeilijker naar achteren. Mensen kunnen ze dus weggeven. Qua lichaamstaal bepaalde informatie, net zoals in het echte leven. Kijk, als ik zeg maar een beetje zo ga zitten, ja. Ik zie niet heel geïnteresseerd uit, right? Ik ben heel detail, heel saai. Dus als ik inderdaad zo ga zitten, dat betekent dus in mijn lichaamstaal dat ik aangeef van ik ben geïnteresseerd, ik luister naar, ik ben engaged, zeg maar, ik leun erin. Ja. En hetzelfde gebeurt in game. Dus als ze er meer inleunen of iets dergelijks, weet je wel, dan kan het afhankelijk van de speler, wat hij qua patroon laat zien, kan dus aangeven dat er gewoon een jungle in de buurt is. Stel, ik ga nu gewoon naar jouw bosje en ik ga gewoon Q gebruiken, dan heb jij wel damage gehad. Ja, ga maar. Ah, dan win jij gewoon. Ja, weet je waar het komt dat ik dat win? Nee, dat ga je me nu vertellen, denk ik. Nee, ik was gewoon benieuwd of jij zeg maar kon concluderen waarom ik dat win en jij niet. Omdat je begint met rechtsklikken dan Q. Ja, en waarom kan ik eerder rechtsklikken dan jij? Omdat jij mij ziet. Exact. Ik heb vision op jou, maar jij nog niet op mij. Dus ik kan al zowel beter anticiperen en ik kan al eerder damage doen dan jij dat doet. Oei. Dat heb je niet gezien. Ik zie, ik maak ook gewoon fouten. Nee, dat zijn veel fouten. Ah nee, ik kom op. 1 HP minion. Mijn auto tech gecanceld. Geen Garen main. Dat is eigenlijk een excuus dat ik kan gebruiken. Ik ben geen main League of Legends. Dat is zeker waar. Dat is het excuus wat ik kan gebruiken. Top. Ik zie nu van je best doen. Juist. Daar is hij, level 2. Maar je bent nog steeds aan het winnen. Oké, goeie. Gewoon prima flash op zich. Ja. Het is goed voor mij, maar ik had daar kunnen turnen. Ja, maar je had mij kunnen vermoorden, zeg maar, dus. Als ik daar zeg maar zelf op tijd flash, dan zou ik jou misschien kunnen killen daar inderdaad. Dus op zich geen slechte flash. Nog steeds niet goed, de situatie, maar... Maar ik had het wel eerder level 2. Daar ging het om, toch? Ja, dus je hebt het niet meer kunnen doen. Het was alleen dat je iets te gretig ging met je... Ja, ik moest die level 2 eerder halen. Ja. Maar dat was het objective. Je hebt zeker dat doel bereikt. Laat me vooral je progressie weten. Ik ben heel erg benieuwd. Volgende week speel ik in de league. Daar heet vast niet zo. Gewoon over ongeveer 2 weken hebben we try-outs. Dus als je een goed progressie maakt, kom misschien try-outs van ons team. Hebben jullie al een vrouwelijk team? Nog niet. Nee. Ah, nou, dan ben ik de eerste. We hebben wel een vrouwelijke manager, dat wel. Dus. Ja, ik denk dat ik daar ook sowieso beter in zou zijn dan in het spel zelf. Heb je het zelf ervaren? Ik vind het wel leuk. Ja, ik denk dat ik best wel veel geleerd heb. Ik denk ook wel dat ik veel beter ben geworden in zeg maar, het zien van de minions en... Want het verschil tussen zeg maar, de eerste 1v1 die we deden en de tweede 1v1 was echt gewoon kilometers verschil bijna. Voelde ik niet. Ja, als dat nog zeg maar 10 keer achter elkaar was geweest, dan was ik aangenomen. Had je mijn kontje geklapt, ja. Had ik een contract gekregen onder mijn neus. Dat is, En dan wil ik in ieder geval iedereen bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Laat vooral iets weten aan Keizer als je het tof vindt. Dit soort afleveringen waarin we games analyseren en hoe je beter kan worden. En dan wens ik jullie nog een fijne dag. Goedenavond. Ja,